Ontsnappen aan de diepgaande eenzaamheid na complex trauma. Deel 2. Het niet ontstaan van hechting. Vanaf 7-8 maanden ontstaan spelletjes van wederkerigheid, waarbij het kind bijvoorbeeld lacht naar papa en hem op die manier betrekt in een spel van kijken en wegkijken, van lachen en grimassen trekken. Kiekeboer wordt niet toevallig het geliefde spel in deze levensfase. Als er onvoldoende zorg werd ontwikkeld in de eerste 7 maanden dan loopt die fase van hechting achterop. Wanneer die achterstand op emotioneel vlak wil worden ingelopen, dan zal er zich eerst een stabiele, veilige omgeving gecreëerd zijn voor het kind. Bij een normale ontwikkeling van het kind zal het kind zich anderzijds gaan afwenden indien een vreemde persoon te dichtbij komt. Het kind wordt in deze periode eenkennig. Maar wat als de zorgfiguren geen wederkerigheid aangaan, geen observatie hebben en reactie op die spelletjes? Dan gaat het kind geen vreemde angst ontwikkelingen, geen diepere hechting. Het kind zal dan niet huilen in geval dat de moeder weggaat. Er ontstaat geen gehechtheidsrelatie die geprevereerd. exclusief is met een zorgfiguur die vaak in de buurt is. In het kind lijkt superlief tegenover iedereen, in een poging iemand ertoe te brengen waar het zich kan aanhechten. Zo'n reactie kan een patroon worden dat zich doorzet tot in de volwassenheid. Maar bij een normale ontwikkeling ontstaat een onderscheid tussen vertrouwd en veilig aan de ene kant, vreemd en beangstigend aan de andere kant. Hier ontstaat een basisgevoel van vertrouwen en wat de kenmerken daarvan zijn. Het is ook na een relatief stabiele periode dat het kind zich gaat hechten. Als het op jonge leeftijd daar misgelopen is, kan op volwassen leeftijd een persoon zich veel te snel of juist niet gaan hechten. Dikwijls ook uit eenzaamheid of uit compensatie aan wat een veilige relatie zou kunnen zijn, zal het volwassen geworden kind geen bindende relaties met anderen nagaan. Zo'n volwassen persoon grijpt naar drugs, seks porno enzovoort omdat dit hem een veiliger gevoel heeft en om zich beter te voelen dan bij intieme relaties. Niet toevallig ontdekt het kind in de fase van 7 na 8 maanden ook dat het gehecht kan raken aan een knuffelbeest, een pop of een doekje als een voorspelbaar voorwerp. Knuffelvoorwerpen Zo'n knuffelvoorwerp waarvan de geur of de zachtheid iets kan oproepen van vertrouwdheid en troost biedt de mogelijkheid voor de baby om een emotionele overbrugging te bouwen indien de echte zorgfiguur haar hem eventjes alleen laat. Op die manier leert de baby zijn gevoelens te reguleren. Het volwassen kind dat zijn gevoelens niet heeft kunnen reguleren grijpt naar alles wat hem kan ontspannen. Als die gehechtheid niet ontstaan is met een zorgfiguur dan zal de pop of voorwerp niet die overbruggersfunctie krijgen. Integendeel het kan zijn dat de pop juist een voorwerp wordt om agressie tegen te uiten. Op volwassen leeftijd kan ook de agressie bij die persoon niet gereguleerd zijn en tot partnergeweld in een relatie leiden. Ook dan als er geen hechting ontstaat zal het kind een diepgaande eenzaamheid ontwikkelen en een schaamte voor zijn afreageren waar het kind dan wel negatieve respons op krijgt. Wie weet zelfs slagen. In normale omstandigheden leert het kind te onderscheiden welke volwassenen er in alle omstandigheden voor hem beschikbaar zijn. In goede omstandigheden leert het kind tevens dat die volwassenen de opwindende exploratiedrang en autonomieverwerving ten volle ondersteunen. In moeilijke opvoedingsomstandigheden zijn zowel de veilige als de opwindende omstandigheden weinig aanwezig. Denk daarbij aan kinderen die in groepen moeten opgroeien. In zo'n groep is er dikwijls een tekort aan personeel, vooral nachts. Kinderen die dan meestal reeds een geboortetrauma hebben meegemaakt, of pijnen hebben ten gevolge van honger of slechte hygiënische omstandigheden, kunnen dan te weinig troost krijgen. Daardoor kan de eenzaamheid na complex trauma inzinken. Dan is ook geen sprake van veel exploreren tijdens de dag. Als het kind geen mogelijkheden heeft om veilig zijn omgeving te ontdekken, dan loopt het kind een vertraging in zijn ontwikkeling op. Deze vertraging is dan weer een bron van schaamte en eenzaamheid tegenover andere kinderen. Dan ontbreken deze kinderen een script, een verwachtingspatroon of blauwdruk van hoe goede relaties verlopen. Integendeel, ze hebben een blauwdruk van hoe slechte relaties verlopen. Slechte relaties. Slechte ouders vinden die haast normaal maar niet bevredigend. In gewoon goede omstandigheden leert een kind waar hij, zij troost en hulp kan vinden. Immers talloze keren heeft het kunnen ervaren dat papa, mama, opa of oma, en later ook de kinderverzorgster of kleuterjuf, er voor hem waren. Het kind kreeg de wondermiddelen tegen pijn of angst omdat het zich in een veilige omgeving wist. Zo'n veilige gehechtheidsrelatie is het fundament en essentieel voor een gezonde emotionele ontwikkeling. Als dit niet de emotionele ontwikkeling is dat de persoon heeft meegemaakt, dan zal zich dat in veel gevallen zich uiten in lege en eenzame mensen. Zonmensen mensen ontwikkelen zich in codependentiegedrag of narcistisch gedrag en gaan op zoek naar hun tegenpool. Snel herkennen ze de kwetsbaarheid bij de anderen, omdat dit hun gemeenschappelijk fundament is. Lege en eenzame mensen. Codependenten en pathologische narcisten zijn psychologisch onderontwikkelde personen die elkaar nodig hebben om zich goed te voelen over zichzelf en te ontsnappen aan de diepgaande eenzaamheid. Alleen zijn codependenten en narcisten lege, eenzame mensen die het gezelschap van een ander nodig hebben om te ontsnappen aan hun fundamentele gevoelens van schaamte en al hun tegenwoordige eenzaamheid. Schaamte kan ook ontstaan zijn door expliciet misbruik van narcistische familieleden, en niet alleen door verwaarlozing. De codependent is zich hiervan bewust, terwijl de narcist erin slaagt zich erin te verbergen. Paradoxaal genoeg trekken deze twee dysfunctioneel tegenovergestelde minnaars magnetisch elkaar aan zodat zij hun half-emotionele en relationele zelf in een kunstmatig en tijdelijk geheel getal kunnen omzetten. Eenvoudig gezegd, alleen voelen ze zich wezenlijk gebroken, leeg en niet geliefd. De ondraaglijke emotionele pijn van hun half-zelf dreigt hen om een aanhoudende schaamte. Hopeloosheid en pathologische eenzaamheid te dempen. Door zich samen te smelten in een kunstmatige hele persoon, dikwijls met veel seks, kunnen ze de realiteit vergeten. Ze vergeten tijdelijk hun doordringende lichten, hopeloosheid en zelfhaat. Ze bevrijden zich tijdelijk van de onvermijdelijke chronische emotionele pijn die hen onophoudelijk plaagt. Tijdelijk opschorten van zelfhaat, schaamte en eenzaamheid. Samen krijgen ze respijt van hun levenslange brandende zelfhaat, schaamte en pathologische eenzaamheid. Samen verwarren ze allebei complete samensmelding met een diepgaande relatie. De tijdelijke afwezigheid van eenzaamheid na complex trauma ervaren ze als euforisch geluk en blijdschap. Een vergelijking zou een persoon zijn die uiteindelijk antidepressie waarneemt voor een levenslang geval van ernstige depressie. Maar die persoon heeft ook andere psychologische moeilijkheden die onafhankelijk zijn van de depressie. Zodra de pijnlijke chronische depressie is opgegeven, ervaren ze opwinding. Zij hoeven niet langer het verzengende pessimisme te voelen. Zij ervaren voor de eerste keer in hun leven opwinding en optimisme. De vreugde verdwijnt na een tijdje. Echter, als ze eenmaal acclimatiseren aan hun nieuwe normale zelf, dan verdwijnt de vreugde door hun bestaande psychologische problematiek, die in hun leven terugkeert en nu voorop komt te staan. De gedreven ervaring met het menselijk magneetsyndroom van twee half verliefde mensen biedt een wonderbaarlijke remedie tegen chronische schaamte. Maar die drive biedt ook een tijdelijke oplossing voor een pathologische eenzaamheid bij beiden. De bijna ogenblikkelijke verdwijning van de chronische emotionele pijn van elke halve persoon is verrassend als een codependent en een narcist elkaar ontmoeten. Deze gedeelde zielsverwantschap-ervaring kan hun eenzame leven met opwinding en hoop verlichten. Tijdelijk, evenwel is dit echter maar een pleisterwerk dat een diepe wond bedekt. Het is slechts een tijdelijke oplossing, omdat bij de narcist de drang om superieur te zijn leidt tot de devaluatie van de codependent. Deze combinatie van 1-2 plus 1-2 is de wiskundige formule die werkt met deze twee mensen die door gebrek aan zelfliefde zijn verhongerd en zich schamen. Daardoor zijn ze voor een beetje geluk van elkaar afhankelijk. Ze zullen elkaar altijd nodig hebben om zich heel te voelen. Deze relatie van twee helften kan nooit een hele relatie zijn. Een van de redenen is omdat beide mensen de vereiste eigenliefde en individuatie missen. Oorsprong van eenzaamheid en schaamte. De eenzaamheid bij de codependent kan het gevolg zijn van CPTSS. CPTSS is een langdurig trauma opgelopen tijdens de kinderjaren door verwaarlozing op verschillende vlakken. De normale verzorging van een kind. Als de verzorging van een kind in de eerste levensjaren goed zit, dan bouwen verzorger, moeder slash vader, samen met het kind verhalen op. Mama of papa spelen ook samen met het kind en lachen samen over de verhalen die het kind poogt te vertellen. Op die manier leert het kind dat door het vertellen van iets dat leuk was, de vreugde nog groter wordt. Het kind zal ook leren dat door het vertellen van iets dat pijn deed of verdriet bracht, deze pijn of dit verdriet al deels kan laten wegsmelten. Door te vertellen worden ervaringen en herinneringen aan gebeurtenissen steviger verankerd in taal. Daardoor ontstaan stukjes geschiedenis over positieve momentjes in het leven, evenals over de pijnlijkere momenten en kwetschuren. Moeite met vertellen bij kinderen met een complex trauma. Kinderen met een complex trauma hebben vaker moeite met vertellen, tekenen en spelen. We zijn het toch allemaal eens dat vertellen toch een belangrijke rol speelt in een mensleven. De vaardigheid om te vertellen levert essentiële bouwstenen voor ervaringen binnen allerhande ontwikkelingsdomeinen. Al vertellend verbind je je met anderen. S'avond aan elkaar vertellen hoe je dag was, of op school vertellen wat je in het weekend hebt meegemaakt. Creëert een onderhoud de band met degene aan wie je vertelt. Er ontstaat een diepe verbinding. Wat als die mogelijkheid er niet is? Regulering van de gevoelens. Aan anderen vertellen wat je hebt meegemaakt, helpt ook om jezelf weer gereguleerd te krijgen. Zeker wanneer iets of iemand je uit evenwicht heeft gebracht is kunnen vertellen helend. Je gevoelens delen vermindert de intensiteit ervan. We zetten er ons gezamenlijk onze schouders onder, maar wat als die mogelijkheid er niet was? Dan krijg je ongecontroleerde woede aanvallen zoals bij een narcist, maar wat als ook de woorden ontbreken om dat gevoel te omschrijven voor onszelf? Dan ontstaan er ongecontroleerde woede aanvallen. Opbouwen van het zelfbeeld Bovendien zijn narratieve capaciteiten van belang bij de opbouw van het zelfbeeld. Wie ben ik, waar kom ik vandaan, en wie word ik later? Dit zelfbeeld opbouwen als kind in aanwezigheid van narcistische ouders is zeer moeilijk. Beperkingen ten gevolge van complex trauma gedurende de kinderjaren. De narratieve capaciteiten van een kind met complex trauma zijn vanuit diverse mogelijke achtergronden beperkter. Die capaciteiten zijn ook anders dan die van kinderen die opgroeien in voldoende goede omstandigheden. Getraumatiseerde kinderen hebben minder kansen gekregen om samen met zorgfiguren te oefenen in het vertellen over ervaringen overspoelende ervaringen. Het kan ook dat als de zorgfiguren in de kinderjaren dat kind dat later dan een codependent wordt te vroeg en te overmatig hebben blootgesteld aan overspoelende ervaringen het kind getraumatiseerd werd. Als het kind verscheidende ruzies, discussies, vechtpartijen en scheldpartijen en of partnergeweld heeft meegemaakt, gehoord of gezien is dit een overspoelende ervaring. Partnergeweld kan ervoor zorgen dat het kind aan zijn lot werd overgelaten. Dit kan bij het kind zo eent intense ervaringen zijn dat het kind sprakeloos maakt. Ook angst ten gevolge van geweld tijdens oorlogen of vluchten kan het kind getraumatiseerd hebben. Zo'n ervaring gaat voor het kind zijn narratieve capaciteiten te boven. Daarom dat ik ook altijd stel dat het kind in veiligheid dient gebracht te worden. Onvoorspelbaarheid en gebrek aan structuur Er zijn ook nog andere gebeurtenissen buiten partnergeweld die er kan voor zorgen dat het kind sprakeloos wordt. Zoals te veel verschillende zorgfiguren. De verplaatsing van kinderen in verschillende omgevingen zonder een vaste zorgfiguur. Een kind dat te weinig aandacht krijgt in een instelling, enzovoort. De abrupte scheiding van broers en zusters, familie, enzovoort. Niet alle negatieve ervaringen zorgen voor trauma's. Negatieve ervaringen kunnen het kind ook sterker maken zonder dat ze een trauma ontwikkelen. Evenwel, te veel en te intense negatieve ervaringen breken de draagkracht van het kind. Die draagkracht zal van persoon tot persoon verschillen. Wanneer je het daarin bovenom ervaringen betreft die zich voordelen nog voor je woorden ter beschikking had, wordt het dubbel zo moeilijk. Eigenaardig gedrag van het kind dat niet wordt opgemerkt zorgt voor schaamte. Het zijn dergelijke ervaringen die nog niet in taal en verhaal te vatten zijn, die dan tot expressie komen in gedrag, maar op een weinig gesymboliseerde of verteerde manier. Daardoor blijven deze ervaringen in het lichaam en in het hoofd aanwezig als een nachtmerjachtige ervaring. Die niet te verwoorden ervaringen en gevoelens kunnen in de vorm van pop-up stoorzenders opduiken en het kind zijn evenwicht onderuit halen. Daarbij kan dit thezel of datiet voorvallen zonder dat het kind goed begrijpt waar die rare gedachten en onvoorspelbare gedragingen of vreemde spelinhouden plots vandaan komen. De ontwikkeling van schaamte en negatief zelfbeeld brengt een diepgaande eenzaamheid. Diepe eenzaamheid na complex trauma en schaamte kan het kind vervolgens opnieuw in de moeilijkheden brengen. Zo kan het kind ervaren hoe belangrijke anderen, zoals ouders, broers of zussen, leerkracht en vriendjes, geïrriteerd worden door wat het kind doet of speelt. Die irritatie komt er omdat dit gedrag of spel iets toont van een gekwetste. Bij de meesten is die gekwetstheid van een baby een vreemde beschadigde binnenwereld die niet onderkend wordt. Het is een taboe dat ouders, van de moeder, de baby zou kunnen verwaarlozen de eerste maanden van zijn levensjaren. Op die manier ontstaat bij die co-afhankelijke baby een diepe schaamte en eenzaamheid. Zoals we weten merkt de narcist deze gevoelens van kwetsbaarheid bij een co-afhankelijke op. Door love bombing, maar zelfs ook de juiste attenties zal de narcist zorgen voor een magnetische aantrekkingskracht tot een andere. Daarmee heeft de narcist de bedoeling van een romantische tijdelijk samensmelding te creëren. Wat zijn jouw ervaringen met de dans tussen een narcist en zijn, haar codependent? Laat het me weten. Ik antwoord graag. Als je naar je resultaten kijkt, wat zie je dan? Er zijn waarschijnlijk momenten waarop je op het punt stond te breken met je narcist. Punt zou kunnen op uw bedrijf zijn, uw relatie, uw vriendschappen. Maar om een of andere reden bent u slechts enkele centimeters gestopt voordat u deze doorbraak realiseerde. Wat denk je dat je voor jezelf hebt gebouwd? Wat als ik je zou vertellen om niet succesvol te zijn in de manier waarop je lichaam je beschermt tegen iets vreselijks. Zou jij het geloven? Laat het me weten. Ik ben Johan Persin, geen psychiater, geen psycholoog en geen therapeut. Een oudriasje die hier is om je te helpen onoverwinnelijk te worden en je interne BS en blokkades te overwinnen, zodat je een ongelooflijk geweldig leven kunt maken. Ik schrijf over persoonlijke ontwikkeling. Manifesteren en meer voor slachtoffers van narcisme. Ik hoop dat dit bericht, video en audio je behulpzaam zijn. Bovendien kijk ik er naar uit je te ontmoeten in de reacties. Jouw commentaren zijn de raketbrandstof die me inspireert om dit werk voor te zetten. Voel je vrij om dit artikel en video te delen en de liefde te verspreiden. Je lijdt onder de pijn ten gevolge van blootstelling aan narcistische mishandeling. Bekijk dan alle mogelijkheden die je vindt op mijn website om je leven te veranderen. Johan en Pers in Dicklerk. Veel succes. Vergeet niet deze video een duim te geven en dit video kanaal te onderschrijven.